Management Team Noord, accountants en adviseurs en bouwbedrijf Rotterdam BV, official partners van ACV TV. Er staat veel op het spel in het duel tussen ACV en Flevo Boys, namelijk de koploperspositie van de hoofdklasse C. Edu de Jonge Rosa speelt weer mee na de trieste familieomstandigheden van vorige week. Verder zien we in de opstelling dat Abdel Aloui gepasseerd is en vervangen is door Patrick Goedhart. Jelle Tijdsma heeft weer een basisplaats en staat tussen Holder en de Jonge Rosa. Maar liefst 3 geschorste spelers en 3 geblesseerde spelers aan de kant van de bezoekers uit Emmeloord. In de spits zien we Timon Rorijen. Hij heeft 17 goals gescoord. Evenveel als Robin Mulder. De scheidsrechter die de topwedstrijd de goede banen mag leiden is Ronald van der Waard uit Veenendaal. Circa 1500 mensen zijn op deze topwedstrijd afgekomen. De weersomstandigheden zijn uitstekend. Goede dieptepaas op links. Bal komt ook goed voor. Nijboer met een kopballetje. Hij krijgt van Werkman en Menting alle ruimte om te koppen. ACV valt aan. Mulder controleert. Maar hij wil het te mooi doen. Op 15 februari scoorde Mulder voor het laatst. Wagenaar geeft voor. Mulder doet dit handig, maar schiet veel te zacht. Ook hij voelt de druk van deze wedstrijd, van het niet mogen verliezen. Na ruim 20 minuten spelen zit het publiek te wachten op goals. De Groot probeert het van afstand. Een goede poging van de 24-jarige verdediger van Flevo Boys, die bezig is met zijn 7e seizoen. Zo, en nu even de kousen weer goed doen. Buurmeij legt de bal voor. En Roosink is net iets eerder bij de bal dan Werkman. Opnieuw Buurmeijer. En de bal is te hoog voor Werkman. Voor de wedstrijd klonk er veel zelfvertrouwen bij de ACV'ers. Het blijft druk voor het doel van Flevo Boys. Tijdsma met de kopbal die overgaat. Flevo Boys in aanval. ACV werkt weg. Flevo Boys neemt over. Maar niet voor lang. Veenstra met de bal naar Tijdsma. De Jonge Rosa kan de bal meenemen. Oog in oog met Roosink. En de bal schiet hij tegen de lat. Dit had de voorsprong voor ACV kunnen zijn. De beste kans tot nu toe. Na 36 minuten spelen. Nummer 14 Spaan. Geen enkel gevaar komt uit zijn schot. De rust komt in zicht en het lijkt erop dat beide ploegen voorlopig de 0-0 wel best vinden. Mulder anticipeert goed. Paas naar Buurmeijer. Een kanonschot van Buurmeijer. En Jelles met een blauwe plek. De blessuretijd is inmiddels ingegaan. Mulder en Tijdsma vechten om de bal. Omhaal van Mulder, maar niemand van ACV is aanwezig om iets met die bal te doen. Goed inpassen. Snel door naar Rorijen. Mooie actie, maar het levert geen goal op. Met een punt zal Flevo Boys niet blij zijn. Inworp voor ACV. Bal stuit het door. Bal wordt weggewerkt. En gaat via de rug van Bergdom tussen de palen. ACV komt wel erg gelukkig op een 1-0 voorsprong. Wat zal de verdediger Bergtop hiervan balen. Maar het is toch echt een eigen doelpunt. Als dit de eindstand zou zijn, is het verschil op de ranglijst 5 punten in het voordeel van ACV. ACV zit aan. Tijdsma. Holder. Mulder met een omhaal. Een
kans op de 2-0 laat ACV onbenut. Mulder baalt enorm. Hakvoort laat de bal vallen in het 16 meter gebied. Derkman kopt de bal omhoog. En de bal gaat via de lat en via Vos in het doel. Weer een eigen doelpunt. De stand is weer gelijk. Te bizar voor woorden. Twee eigen goals binnen een kwartier. De laatste minuut van de wedstrijd. Flevo Boys maakt gelijk 1-1 door een eigen doelpunt. Tijdsma. Naar Mulder. En met de gelijke stand is er nog geen man overboord voor ACV. Buurmeij met de vrije trap. Werkman krijgt de ballen niet in. De conclusie is pijnlijk. Het missen van kansen is een groot zorgpunt voor ACV na de winterstop. Flevo Boys valt aan. Spaan met een schot. Vanuit de tweede lijn. En hij passeert Vos. Dat is 1-2. En dat betekent dat virtueel Flevo Boys bij deze stand koploper is. De bal stuitert nog even vlak voor Vos. Wat een anticlimax voor iedereen die ACV een warm hart toedraagt. Flevo Boys kan niet alleen scoren, knuffelen kunnen ze ook. Mulder geeft hoog voor. Post moet een corner weggeven. Mulder wil graag gelijk maken. En via de rug van Bergtop naar Roosink. Mulder geeft aan dat er hens gemaakt is, maar dat is niet het geval. Gaat de ACV dan opnieuw dure punten laten liggen? Werkman laat zich verrassen. Flevo Boys is brutaal en gaat voor de 3 punten. Kan Holder het tij doen keren? Het antwoord voor deze kans is nee. Tijdsma meldt zich voorin. Roosink, de doelman, zorgt voor rust. ACV mag blijven hopen op een punt. Of laat Flevo Boys die hoop nu varen. Vos pakt dit zachte schot van Post. Flevo Boys krijgt vleugels bij deze stand. Opnieuw is Vos er op tijd bij. De ACV supporters worden stil. Maar een punt is nog steeds haalbaar bij deze stand. Maar er moet er wel gescoord worden. Vrije trap van Buurmeijer. In de muur. Het levert slechts een inworp op. Holder. Hij haalt er een corner uit. Goed genomen corner. Want de bal gaat maar net langs. De jonge Rosa. Door naar Menting. Menting met de voorzet en Tijdsma met de kans op de gelijkmaker in de slotfase van de wedstrijd. De laatste kans voor de wedstrijd is voor ACV. Postma lijkt hens te maken, maar er komt geen penalty. ACV verliest opnieuw en is koploper af. De nieuwe koploper is Flevo Boys.